Burgemeester Reewinkel opende vandaag de Belevenis in Vinkhuizen. Het is een grote tent met verschillende werelden waar bezoekers veel kunnen voelen, horen en zien. Hier kunnen geestelijk gehandicapten en dementerende ouderen een dagje relaxen. De burgemeester vindt het belangrijk dat iedereen erbij hoort in Groningen. Daarom liet hij tijdens de feestelijke opening samen met bezoekster Ina de ballonnen op. Wij zeggen vaak, hier hoort iedereen erbij. Dat gaan we de komende maand ook zeggen, bij andere gelegenheden. En dat geldt dus ook voor mensen die een beperking hebben, lichamelijk, geestelijk. Dat we ook willen dat die mensen erbij horen, dat die ook hun belevenis kunnen hebben. Dat ze niet zoals vroeger ze wegstoppen, maar dat we ze erbij betrekken en dat ze zichtbaar kunnen genieten. De belevenis is opgericht omdat er te weinig activiteiten zijn voor deze doelgroep. Daarom maakte de organisatie overal in Nederland snoezelruimtes waar alle zintuigen worden geprikkeld. De belevenis is een vervolg daarop. In plaats van één snoezelwereld zijn we er 6 gaan maken. En we hebben er een restaurant bij gemaakt, in een massageruimte, in een theater. Dus we hebben er eigenlijk iets heel groots van gemaakt. En dat was zo'n enorm groot, overweldigend succes dat we zoiets hadden van jeetje, hier moeten we iets mee gaan doen. Dus de belevenis reist nu door Nederland. En we zijn nu eigenlijk al bezig voor een vaste locatie in Nederland. De bezoekers reageren verschillend op de snoezelruimtes. De een vindt het heel spannend en eng. En de ander vindt het weer, zoals je ziet, heerlijk relaxed. Dus het is echt per persoon verschillend. Dementerende ouderen kunnen hun hart ophalen over vroeger. We hebben hoedjes bijvoorbeeld uit vroegere tijden die ze op kunnen zetten. Maar we hebben bijvoorbeeld ook koffertjes met allemaal spulletjes daarin uit vroegere tijden. Is het dan niet zo dat ze het morgen weer vergeten zijn? Ja, dat is heel goed mogelijk. Maar voor het moment dat ze hier zijn, hebben ze het toch weer meegenomen. Hebben ze toch die prikkels weer gehad. Dus voor op dat moment is het hartstikke goed, is het meegenomen. De belevenis staat er nog tot en met 3 juni.